Yo, met de Cool of the Day, ben je nou met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met mijn Weekly Reward. Oh mijn god, en de Vision Rival Reward. Oh mijn god. En wat leuk is, dit is echt fantastisch. Dit vind ik persoonlijk erg leuk. Het Team of the Week is fucking ziek. Echt mensen, dit moeten jullie zien. En zoals jullie ook weten, heb ik Elite 3 gehaald. Oh yeah. Dus we krijgen een Inform Pack. En dit is het Team of the Week. Holy shit, echt. Ik wil Van Dijk, stats niet normaal. Die vent heeft echt... Ja, dit is niet normaal. 94 strength, what the fuck. Sala, niet normaal. Niet normaal, wil ik ook die vent. Wil ik ook. Gewoon uitstekende kaart, heerlijk. Kane, wil ik ook. Least tradable, want ja, ik ga hem nooit gebruiken. Valencia vind ik helemaal prima. Mahrez vind ik helemaal prima. Die heeft een zieke upgrade gehad in zijn uitdagingsvermogen. Heeft nu 90 uitdagingsvermogen. Hartstikke lekker. Sané, ook uitstekend. Er zijn er dit 7 of 8 spaces die ik gewoon wel chill zou vinden. Mocht ik nou de keuze krijgen uit Severovic, Collins en Rusnak, of mocht ik dat in mijn informpack krijgen, dan word ik echt heel erg boos. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video als je dit leuk vindt. En als je trots op bent dat ik Elite heb gehaald, mensen. Ik ga voor Elite 2 de komende week. Hopelijk gaan we het halen, wie weet. Laten we maar beginnen met de Division Rival Packies. Wil je niet op mijn kanaal, doe het dan zeker. Ik ga even proberen te promoveren naar de volgende competitie. Want dan krijg je in plaats van 4,35 packs, kan je 50 packs krijgen of zoiets. Dus dat zou lekker zijn. Maar moet ik wel even omhoog. Maar ik heb nu 4,35 packs die we nu gaan openen. En laten we maar hopen dat we gewoon lekker een goed walkout pack die ik kan gebruiken met mijn team. Een lekkere Pogba of zo. Het eerste pack krijgen we. Geen walkout. Heel matig. Ja, heel jammer dit. Oh, wat slecht. Oh, Milosevic. Oh, heel erg slecht. Ja, dramatisch. Dit is echt heel slecht. Zoals je ziet ben ik net terug van opnames. En toen wilde ik meteen mijn rewards openen. Want ja, ik wilde kijken of ik wat goeds ging krijgen. En die twee kregen ook geen walkout. Wel borden. Geen borden ook. Oh mijn god, wat is mijn geluk is vandaag. Casillas, 82. Dit meen je niet. Nou, we moeten wel een inform walkout krijgen. Kan niet anders. Dan moet je echt 84 minimaal. Nou, als je ooit de kans om minimaal 84 walkout te krijgen, is het nu wel. 0 munten. Oh wacht, het is allemaal een tradeable. Ja, nou ja, ik heb geen zin om al die spelers om te wisselen. Heb ik helemaal geen zin in. Geef me nog even lekker. Maar ik vind die finish cards ook lekker. Geen walkout. Oh mijn god. Weer geen borden. Ik moet huilen. Oh, ik krijg ook. Welk land is dit? Niet Trinidad en Tobago. Togo, nou ook niet Togo. Congo. Nou, doe een duimpje omhoog als je vindt dat het te koud is buiten. De laatste van deze packs zijn slecht, man. What the heck. Oh, weer geen walkout, man. Wat is dit, joh? Wel borden. Oké, wel borden. En Martial dan? Nee. Nee. Oh, Kepa. Kepa, gomla, 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 gomla. Uitschoen, gomla, gomla, gomla. Hoe heet die vent? Nee, om heel eerlijk te zijn, heet hij. Hoe heet hij? Arrizabalaga. Arrizabalaga. Ik vind Arrizabalaga, ik moet zeggen, een hele mooie naam. Echt. Fantastisch. Oké, mensen, de weekly rewards dan maar. Dan moet het daar maar van komen. Zoals altijd. Tuurlijk. Gaan we even niet vergeten te plaatsen. Trouwens, mensen, zie je deze video nou op Black Friday? En wil je packs openen? Dat kan. Ga naar ikwilgoed.nl. Om lekker die FIFA 19 Lightning Rounds te openen. Oké, we hebben 3 van deze kaarten. 1 van de 5 FUT Champions spelers mag ik kiezen. Oké, kom op. 3. Dit moet. Je moet een goede tussen. Geef me alsjeblieft gewoon een goede. Geef me alsjeblieft een goede. IE, naai me niet. Kom op. Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Dit is echt mega slecht. We gaan naar Forest. Oh mijn god. Dit is echt legit de slechtste pick die ik kan krijgen volgens mij. Als dit zo blijft ga ik echt janken. Ik wil het liefst gewoon Van Dijk. Ik vind Van Dijk gewoon een beast. Geef me alsjeblieft Van Dijk. Kom op. Oh mijn god. Dit meen je toch niet. Nou, we gaan voor Batshuayi. We hebben het laatste. Dit ga je toch niet mee. Dit ga je niet mee. Geef mij een goede IE. Oh. Oh, ik krijg een Mahrez. Oké, daar ben ik wel blij mee. Mahrez, ja, vind ik echt wel lekker. Ik vond normale Mahrez best wel goed. En dit heeft dus 90 uitvermogen. En hij heeft echt een zieke kaart. Dus met Mahrez ben ik oprecht wel heel blij. Oké, dat is wel nice. Die ga ik oprecht wel als wissel gebruiken, denk ik, om als cammer in te brengen of zo. Mahrezje, lekker kaartje. Ik vond het eerste probleem dat hij weinig uitdagingsvermogen had. Ik weet helemaal niet hoeveel hij eerst had. Maar volgens mij een stuk minder. Maar nu heeft hij. Ja, fuck goed. Echt fuck goed. 88 effect worden heerlijke finesse-shotjes. 4-star weakfoot ook. Oké, lekker. Lekker. Ik ben tevreden met deze kaarten. Want Mahrez ben ik echt blij mee. Die andere twee zijn echt fucking slecht. Maar Mahrez is echt goed. Lekker. Prima. Helemaal blij mee. Top. 70k uiteraard erbij. En, niet te vergeten. Dan krijgen we natuurlijk nog deze twee pakjes. We gaan beginnen met 100k pack. En daarna naar het Team of the Week pakket. Premium Team of the Week pakket. Is 100k pack. Kom op. Krijg geen walkout. Oh mijn god. Wat zijn we hard slecht. Die Inform pack moet alles goed gaan maken. Anders ben ik echt zwaar genaaid. Nee, niet Kepa. Nee. Doe het niet. Oh mijn god. Sergio Asenso. Oh. Dit is echt heel erg slecht. En dan overdrijf ik nog met hoe goed het is. Als ik zeg dat het heel erg slecht is. Oh. Ik discard die junior, maar die is niet zo voor me waard, toch? Nee, ik denk het niet. Oké, mensen. Het Premium Team Weekend. Hier gaat het om. Hier heb ik al die potjes voor lopen strijden. Oh jee. Goed, goed. Kom op. Ik krijg geen walkout. Oh. Mijn. God. Hier loop je dan dus gewoon 30 potjes lang keihard voor te zweten. En dan krijg je Orban. Oh, mijn. Let ik gewoon 3 bijna discard in vorms. Dit is toch niet normaal. Hier loop je gewoon keihard voor te zweten. Wat krijg je ervoor terug?
Scheid. Pure scheid. Ik ben alleen heel erg blij met Maris. Die is voor mij echt fucking goed. Maar je gaat hem er even uittesten dan. Ik ga hem zo even inwisselen, denk ik. Maar moet ik even een potje gaan spelen? Oh. Ik moet me kwalificeren. Ik ben gekwalificeerd, hè? Nee, niet. Oh, ik ben niet gekwalificeerd. Zo. Koekoek. Net op tijd, dank u. Oh, mensen, wat ben ik genaaid. Holy moly. Alleen Maris is goed. Letterlijk alleen Maris. Die Maris wel. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel echt wel blij zijn als ze Maris krijgen, maar. Wat is dit nou weer zo'n kaart? Ik wil deze kaarten niet. Wat moet ik hiermee? Oké, mensen, daar ben ik dan. We gaan dus een potje Rivals doen. Het is inmiddels even later. Want ik moest even bijkomen van mijn slecht rewards. Al is Maris wel echt fucking goed. Iedereen zegt van Koen, hou je bek gewoon. Maris is echt fucking goed. Zoals je ziet heb ik 1858 punten. En met 1900 punten ga je naar divisie 3. En dan wil ik inkomen. Want dan heb ik voortaan echt goede rewards. Niet volgende week, maar dan die week erna. Dus dat is super chill. Dus we moeten denk ik nog 1 of 2 potjes winnen. En dan zitten we daar. We hebben natuurlijk Maris nu op het bankie. Maris, ik weet nog niet. Even kijken, welke dingen ga ik omgooien? Havik? Gooi wel Havik op hem. Goed, prima. Ik ga hem zo ook zeker even inbrengen. Want ik heb normaal gesproken natuurlijk Lozano op de bank. Maar ik ga nu dus een potje proberen om Maris erin te brengen voor MLP. Want MLP na een tijdje is echt fucking slecht. En waarom de fuck kan je niet meer je tegenstander zien in Division Rivals? Wat is dit voor onzin, man? Kom op, hè. Okay, let's do this. Daar gaan we dan. Oké, van aardig team. Sané uit Serie Wars trokken zo te zien. Nou, lekker voor hem. Mooi, ik ben blij voor je. Super blij. Ik ben zo benieuwd hoe die Maris speelt. Misschien zie je wel fucking goed. Denk van, oké, ik ga echt MLP van nu iedere keer in de rust wissen. Misschien denk ik ook van, oh mijn god, hij is echt slecht. Ik haat mijn leven en ik... Dat zou ook kunnen. Denk het niet, maar het zou kunnen. Ja, hartstikke leuk dit. Klik door. Duimpje. Er zijn ook gewoon groot duimpje FC overal. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Dit duurt niet langer. Oh, ik moet toch wissen trouwens. Als ik heb eigenlijk meer zin in de 60ste minuut, zodat ik Maris erin kan brengen dan in de rest. Maar oké. Okay. Wist je trouwens dat in Bernabeu de score niet recht hangt? Zoals je kan zien, de midlijn zit daar. Wat je ziet en de score zit daar links van. Waarom dat is? Ik heb echt geen flauw idee. Er is sowieso een reden voor. Dus weet je die reden? Laat even achter in de comments. En ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Kan hier beneden. En volg me dan hier op Instagram. Mijn naam is Koen op Instagram. Echt, hoeveel mensen kan je volgen op Instagram die zo leuk zijn zoals ik en die gewoon hun eigen naam als Instagram hebben met 4 letters. Dat is echt fantastisch, ik weet. Doe even volgen dan. Doe dan. Meteen in vorm. Lekker. Doe op Rabio. Rabio. Op Neymar. Neymar schiet. Neymar. Goal. 1-0. Easy. Gast. Division Rivals, jongen. Division 4. Ik speel niet zoveel Division Rivals. Daarom zit ik in Division 4, denk ik. Ik moet ook zeggen, deze bal ging er ook wel heel lekker meteen gelukkig in. Dus dat is op zich ook wel nice. Oh ja. Yeah. Oh, heerlijke foto van Neymar. Lekker hoor. Ja, Neymar. Wat is die vent goed. Heb je nou de coins, mensen? Heb je nou, wat is het, 600k liggen? En denk jij van, oh mijn god. Of ben je nou Black Friday lekker aan het doen? En je pakt Neymar en je denkt van, nou, ik ga die vent verkopen. Doe het nou niet, jongen. Gebruik hem nou gewoon. En echt, ik zweer je, dat is oprecht de beste speler die er is. Ja, natuurlijk zijn er wel icons die beter zijn, maar non-icons. Ik denk oprecht dat hij de beste speler die er is. Ik denk dat hij beter is dan Ronaldo. Dat denk ik gewoon oprecht, hè. Je hoort het me hier zeggen. Gewoon, ik denk dat hij beter is dan Ronaldo. Gaan we daar ooit achter komen? Ja, want ik ga Ronaldo vast wel een keer kopen dit jaar. En dat vind ik hem waarschijnlijk slecht. Maar ja, hij kan alleen maar tegenvallen, Ronaldo. Dan gaat hij weer Neymar. Neymar, goal. Hoppa, 2-0. Easy. Het is echt te makkelijk gewoon. Neymar is gewoon echt te goed. Het slaat gewoon nergens op. Het slaat helemaal nergens op. Oh, jongen. Dat wil ik ook graag zijn informer. Die is duur, jongen. Dat is niet normaal. En het jammer is dat hij echt een kleine upgrade maar krijgt. Eigenlijk wil ik Neymar's team of the year. Oh, mijn god. Die komt over 2 maanden al. 1,5 maand. Neymar team of the year. Oh, die wil ik. Ik hoef niemand. Ik wil alleen Neymar team of the year. Ik neem een bronze squad. Ik wil alleen Neymar team of the year. Dan ben ik blij. Ga ik een team of the year krijgen? Waarschijnlijk niet, hè? Waarschijnlijk wordt het Messi, Ronaldo en Mbappé, vrees ik. Zou zeggen, hoezo vrees ik? Nou ja, Mbappé, ja. Jullie weten het, mensen. Ik ben absoluut, zowel in FIFA. Nou, in FIFA is hij wel goed. Maar het echt, ja. Ik vind Mbappé, zeg maar, hij is goed hoor. Hij kan echt goed voetballen, maar ik weet niet. Ik heb het gewoon niet zo op hem. Ik weet niet, ik vind het ook een beetje naar. Hij gaat altijd zo snel liggen en zo. Ja, dan is het 3-0. Easy, boom. Goal! 3-0 in 13 minuten. Heerlijk, Trampy. Ik noem het gewoon uitgespeelde aanval. Deze vent blijft ook gewoon. Terwijl hij 3-0 achter staat in 13 minuten. Waar gaat het over? Zo, en ze zijn blij, jongen. Ze zijn blij, jongen. Oh, easy goaltje, easy. Het team maakt heerlijke runs, jongen. Echt, als dat ook eens zo met Weekend League morgen. Kijk, voor jullie is de Weekend League natuurlijk al begonnen, maar voor mij nog niet. Maar als dat zo is, dat zou wel echt lekker zijn, Gerrit. Scheid, dit is nog niet normaal. Hoe is dat dan geen overtreding? Het slaat helemaal nergens op, die overtredingen. Zeg maar, kijk, vroeger, zeg maar in FIFA, dit vind ik wel echt iets wat fucking raar is. Vroeger in FIFA had je gewoon, op het moment dat jij letterlijk een speler aanraakte, was gewoon een overtreding. En het was kut, maar het was altijd zo. Nu zag je, hij loopt mij letterlijk omver en er is niks aan de hand. Ik snap er echt geen reet van, gast. Hoppa. Oh, MVP, jammer. En dan scoort hij met de rebound. Het is 4-0. Na 22 minuten. Ja, wat wil je? Dat ik er 10 ga maken of zo? Ik begrijp er geen reet van. Hij is wel heel erg geld op die 200 Division Rivals punten die je krijgt. Ik weet niet. Misschien word je wel heel erg gedownload als je leave trouwens. Ik weet niet hoe dat zit. Dit is wel echt een slecht doelpunt trouwens. Ik zit wel bij een Division 3. Dat betekent dat dus niet volgende week. Want volgende week krijg ik zo'n Division 4 rewards. Dat echt boost is. Want ik ga letterlijk nu naar de Division 3. Maar die week erna heb ik dus 50k packs. En dat vind ik wel lekker.
Eigenlijk is divisie 2 nog beter volgens mij. Want divisie 2, dan krijg je volgens mij ja, echt hele goede packs in rank 3. Eigenlijk moet ik even naar divisie 2 gaan. Zal ik dat gaan proberen, mensen? Om heel erg te zijn wil ik ook naar divisie 1. Want divisie 1 is volgens mij waar alle pro-spelers echt in zitten. Oh. En aangezien ik natuurlijk wel de beste speler van Nederland ben. Ja, ik kan mezelf alleen maar verbeteren. Dus ja, als ik tegen pro speel, dan word ik waarschijnlijk helemaal afgehaald. Ik bedoel, dan kan ik hun helemaal afmaken. En dan ziet ook de rest van de wereld hoe goed ik ben. Oh, wat een ballerie. Oh, nee, maar heerlijk uitgespeeld dit. Het is buitenspel. Oh, niet zo heerlijk uitgespeeld. Buitenspel, ja. Dus jammer, maar niet onoverkomelijk. Ik sta namelijk 4-0 voor bij rust. En ik wandel letterlijk echt constant door zijn verdediging heen. En Sakon Maris er ook nog eens in. Nou, dan wordt het helemaal feest. Deze gast kan er echt geen houtje touwtje van. Jongens, echt. Hoe zit zo'n Venom in divisie 4? Zeg maar, of dit is het niveau van divisie 4. En dat niveau, want ik heb al best wel lang geen Division Rivals gespeeld. Heb ik al een tijdje niet, ja, dus ben ik al een tijdje niet tegengekomen. En ben ik ontgroeid, wat ik me niet kan voorstellen. Ik denk gewoon divisie 4, divisie 3 is wel mijn niveau ongeveer. Of deze gast die is per ongeluk een keer in divisie 4 beland. Na een wilde avondje stappen. Dat die even naar huis ging. En, oh, is dat ineens divisie 4? Dat zou ook kunnen. Maar ik zou persoonlijk niet weten hoe dit precies mogelijk is. Maar hij heeft ook helemaal niet een heel slecht team. Ja, zijn opstelling is slecht. Hij speelt 4-4-2, wat echt een kutopstelling is. Maar voor de rest is zijn opstelling helemaal niet slecht ofzo. Of is hij inmiddels al geswitcht naar een andere opstelling? Ik weet het niet. In ieder geval werkt het niet echt. Goed, Suarez moet hangen zijn. En hij mist hem. What the fuck? Suarez, man, hoe mis je dit? Dit mis jij nooit. Oh, MLP. Oh, jongen. Oh, MLP. Ja, wissel. Tijd voor de wissel. Tijd voor Mahrez, het debuut. Het debuut van Riyad Mahrez. 87 rated. Even hoog als Mbappé. En we gaan het zien, mensen. Waarom speel ik nou Ultra Defensive? Waarom? Ik snap het niet. Hoe kan dat nou? Ik heb nooit Ultra Defensive aangezet. Riyad, hoe zit het ermee? Er komt Riyad aan de bal. Ah, Riyad, jongen, slecht. Oh, zo, strength. Zo, die. Wow, die loopt snel. Oh, zo, scheidsje, hallo. What the fuck? Hij voelt heel raar. Voelt echt heel raar, what the fuck? Ik weet niet of ik het lekker vind voelen of zo. Hij voelde heel erg lichtvoetig of zo. Dat, aan de ene kant natuurlijk wel fucking chill. Aan de andere kant, ja, voelt een beetje vreemd. Ik kan niet wachten om even een paar cheeky finesse-shotjes met Mahrez af te vuren. Hij houdt alles via rechts. En omdat ik steeds tussen de bal kom via rechts, doe ik alles via links. Dat is een beetje het punt. Nou, heeft hij pech dat rechts zeker niet zijn goede kant is. Want hij heeft normale Mahrez. Nou, die vind ik helemaal niet goed. En ik heb Neymar. Gaat hij lief? Hij lief! Ja, ik snap het wel. Hij wil natuurlijk niet dat Mahrez ging laten zien hoe fucking goed hij is. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga de Weekend League morgen weer in. En ik ga voor Elite 2. Denk je dat ik Elite 2 ga halen? Dan ben je niet helemaal goed hier. Nee, ga Elite 2 halen. Ik voel het. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even weten in de comments wat jouw rewards waren. Ik ben semi tevreden. Ik ben met mijn playpage ben ik tevreden. Met de rest van mijn rewards absoluut niet. Dat was echt heel slecht. Ik hoop nog dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video dan leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Wil je meer van zien? Kan klikken hier of hier. Wil je nou mij abonneren? Kan ook klikken hier op dat bolletje. En dan kan je abonneren. Doe op het belletje, join Hashtag Team Belletje. En dan zeg ik, like, via Ram, de volgende keer. En ik zie jullie weer op de volgende video. Later!